Het faillissement groeit Eurobiz uit tot een zeer succesvol bedrijf, waar alles steeds beter loopt. Kop koffie even? Ja, mijn naam is een bakje koffie. Tot de bewuste avond in december. Dan gaat het mis. Het is vrijdagavond 13 december tegen 6:30. Voor de meeste mensen is het weekend net begonnen. Ook de medewerkers van een bedrijf in poedercoatings zijn al naar huis. Op één na. Zij is de laatste. De 43-jarige vrouw ruimt nog snel even wat spulletjes op. De deurbel. Ik denk, oh, nou, dat is iemand die komt nog even een pakketje brengen. Of een doosje met materiaal. Of noem het maar op. Dus ik doe gewoon open. Wat is dat geld? Ik ga krijzen, ik ga gillen. Ik probeer te slaan en te meppen. Totdat ik het geweer op de zijkant van mijn hoofd krijg. Ja, dan dim je wel in. En ik word daarna vastgetaped, vastgebonden. En dan gaan ze met z'n tweeën verder aan de kluis aan het slijpen. Hoe lang heb je daar gelegen? In totaal 3 kwartier. Waar dacht je aan? Aan mijn familie. De twee overvallers gaan er vandoor met de kerstbonus van het personeel. Als ze weg zijn, komt Pauline tot een schokkende conclusie. Ze heeft de stem van de tweede overvaller herkend. Het was een ex-medewerker. Die je goed kende? Ja. Ja. Hoe kan het dat hij zoiets doet? Weet ik niet. Misschien zocht hij snel geld. We werken hier als familie. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Je bent familie. En zo hebben we hem ook behandeld als familie. Het voelt wel als een mes in je rug. Is dat iets waar jullie het vaak over hebben? Nee, zo min mogelijk eigenlijk. Af en toe dan hebben we nog wel eens dan een verhaal van toen hij hier nog werkte en waar hij dan ook in voorkomt bewijzen van. En dan is het toch van, het was die en niet bij zijn naam noemen. Zijn ze anders gaan doen naar jullie, medewerkers? Nee. Vind je dat goed? Dat vind ik knap. Vind ik niet goed, dat vind ik echt knap. Ja. Kun je altijd langskomen als je zegt van ik wil een bepaald kleur groen. Dat is moeilijk om door de telefoon te vertellen wat voor kleur het is. Sinds de overval komt Joop wat vaker langs om zijn dochter te steunen. Hij was het die als eerste werd gebeld toen de overvallers er met de buit vandoor gingen. Ze belde zelf. En dan denk je van, hoe kom ik op een beschaafde manier zonder 120, 130 te rijden hier? Ja, dan is dat een soort een boei die je hoort heb. Hij is er. En mijn vader zorgt voor de rest. Ik ben er toch nog. Oké, in die situatie liever aan mijn huis als aan mijn dochter. Ja, toch?